Jongens, ga er maar eens goed voor zitten, want ik ga jullie nu het allervetste Halo level voorschotelen die je ooit hebt gezien. Uit de hele Halo franchise, zeker deze trilogie, is dit de allervetste missie. Het heeft alles. Het heeft die oldschool Halo vibe. Het heeft vette voertuigen, het heeft vette wapens, vette shootouts en ook nog eens hele dikke storyontwikkelingen en hele toffe cinematics. Ik ga er geen woorden meer aan vuil maken. Ga gewoon lekker kijken. Wat ik al zei jongens, dit gaat een van de vetste missies worden van Halo 3. Het ziet er ook echt prachtig uit. We hit these three generators and the barrier will fall. A small section, yes. Kijk dan. Drop the chief at the first generator, then head to the third. The elites will punch right down the middle. Roger that. Charlie, Foxtrot. Tower 1 approaches, active AAA. De muziek van Mario Donno is ook zo goed, man. Jezus. Here we go. Pile out. Go, go, go. Hij ziet er ook echt prachtig uit. De Spartan Laser, een nieuw wapen. Geïntroduceerd in een hele drie, als ik niet vergis. Ja, zeker weten, een hele drie. Bijzonder krachtig. Vooral multiplayer, heel erg leuk om te gebruiken. Het is echt de Banshee killer. Hier, we gaan hem daarvoor gebruiken, die turret daarachter. Boom! Het enige nadeel daarvan is dat je best wel lang stil moet staan. Om er een om mee te vuren, maar het lukt. Kijk, daar is er nog één. Oeh, daar gleed van die rots af. Bijna ging dat mis. Nog even die. Die heeft denk ik twee... Nee, die is ook al kapot. Nice. Ik ga straks ook nog vliegen als ik me niet vergis. En een van die nieuwe voertuigen ook. Volgens mij, kijk, deze dingen. Falcons heet ze, denk ik. Ik weet niet zeker. En we hebben trouwens vandaag echt goed nieuws gekregen over Halo Infinite. Want Joseph Staden keert terug bij het Halo team. Is natuurlijk een legende van Bungie. En heeft de originele trilogie geschreven van Halo, dus ook deze game. En hij keert terug bij Halo. Hij gaat aan de slag bij 343 Industries. Hij gaat met Frank Connor proberen de game weer op de rit te krijgen. Want dat er flink wat misgaat, dat is wel duidelijk. Oh my god, dit is een bullet sponge. Ja, nu hebben we hem dan eindelijk. Beachhead Secure Commander. Mijn bullets zijn ook zo goed als op. Ik pak wel even deze. Hold position, I'm on my way. Shipmaster, begin diversionary bombardment. I will beat the Prophet's shield like a drum. By the time the barrier falls. Hij heeft ook een record gewerkt trouwens, Joseph Staten. Hij heeft daar het verhaal van geschreven. Wat goed ontvangen is. En hij heeft trouwens ook Contact Harvest geschreven. Dat is een Halo boek. Get to the first tower. Shut it down. On my way, man. Dit level voelt Halo. Dit level voelt echt Halo 1. Op een goede manier. Halo 1, maar dan beter. Betere map. Betere guns. Betere voertuigen. Zelfde mechanics. Squeak. Schieten. Die rode schouderband van deze trooper is een beetje. Een beetje iffy. Ik had dat zelf niet zo gedaan, maar. Nou, schietsen is raak, joh. Oké, we gaan door. We krijgen straks echt één hele grote battle in de open area. Kijk, en dit voelt Halo. Die muziek erbij, Warthog. Ma'am, we're on the ground. Third tower in sight. Good. The Arbiter and the Elites have touched out at number two. Kijk, daar zijn ze. Dead!
Nou, nog eentje. Dat is het ding met de AI. Ze schieten echt verschrikkelijk. Maar in multiplayer is... als je een van je vrienden achter op de Warthog hebt, geniet hem, man. Massive damage ook. Ik heb nog die Spartan leven natuurlijk voor die raid. Oh, deze jump maken we maar net. Ja, even kijken. We gaan richting die turret. Kom op, doe het. Schiet dan! Jezus. Gaat hij op die grunt schieten? Wat? Wat is er mis met hem? Dit gaan we niet overleven. Heel twijfelachtig dit. Nou, nog een keer. Kom op. Schiet! 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 Mijn god. Deze gast! Wat doe je? Wat ben je aan het doen? Schiet nou eens een keertje raak, joh! Oké, ik ga mijn Spartan laser gebruiken op die raid eerst. Er zit nog wel wat in. Chief, you've got to offline that tower. Nog steeds niet? Wauw. Ah jawel, we hebben hem. Get inside that tower. Take it down. Oh mijn god, die Warthogs, jongen. Hoe kan het tegenwoordig dat je op die zogenaamde hoverboard super stabiel blijft staan, maar een Warthog uit het jaar 2500 nog wat niet op vier wielen kan blijven staan? Kom op, schiet raak. Oké, blijf schieten. Kom op. You can do it. Ik krijg net een notificatie. Danky Kang. 1000 broeds gekild. Valt wel mee. Ik vind het wel meevallen. Ik had er meer verwacht. Oké, we moeten hier deze tower in. Oké, die turret hebben we geklapt. Ja, nu kunnen we naar binnen. Als ik hem niet tegen die boom parkeer. Jezus! Die Warthog, jongen. Wat een rukwapen is dit, zeg. Snel inwisselen. Hebben we hier nog een battle rifle? Jazeker hebben we hier een battle rifle. We hebben 72 bullets. Hoe kan je nou 64 bullets geven bij een... bij een assault rifle. Dat is crimineel weinig. Eén magazijn is dat. Nou, twee. Het zijn twee magazijnen, letterlijk. Nou, dit was... Dit was de battle rifle. Of de auto rifle. Daar ging een marine. Ah! Nog eentje. Yes! We hebben hem. Oké, we moeten wel even een ander wapen pakken. Ik pak gewoon even die shotgun. Maar anders gaat het wel heel lastig worden zo. 12 slugs. Oké, cool. Hopelijk kunnen we binnen nog wat vinden. Het is bijzonder karig allemaal. Ik haat het wanneer een shooter je heel weinig ammo geeft. Het schiet een beetje zijn doel voorbij. No pun intended. Hey, ik hoorde een brute. Ik hoorde een brute, maar ik zie hem niet. Okay, 3 slugs voor één brood. Dat gaat ook weer problemen opleveren zo. Mag de pret niet drukken.
Kijk. Hut. Het zijn een hoop, zeg. Volgens mij schoot ik daar op een explosive barrel of zo. Ik weet niet wat dit anders is, maar I like it. Veel van de games tegenwoordig, als je een melee attack doet, dan sprint hij een klein stukje naar voren. Hier doet hij dat niet. Dus dan zit je heel lomp mis te slaan de hele tijd. Here we go. Verladen. Dit was wel een uitdaging. Ik zie niks. Oeh, dat scheelde niet veel. Oké, ik heb bijna bullets. Oké, wat hebben we hier? Plasma gun. Verschrikkelijk wapen. Krachtig, maar verschrikkelijk wapen. Maar gewoon dual wielder hier. Oké, dat is één. Je wil daar niet door geraakt worden. Oh, ik zei, ik wil daar niet door geraakt worden. Ah, we hebben hem. Chief, find the tower controls and shut it down. Already on it. Good work, Chief. That's one. The Arbiter should be just about to... That's two. It's all up to Johnson's team now. Get back outside, Chief. Wait for transport. Will do. Johnson, come in. Over. Moeten we dan nog zo'n plek? Reinforcements, man. We're pinned down. I'm on my way. Ik doe de hele tijd sprint indrukken. Nog steeds. Waardoor ik nu onzichtbaar ben. Sergeant Major. Er zit geen sprinting in Halo 3 Ghost. Can you hear me? Knoop het nou eens in je oren. Chief. To link up with the Arbiter and proceed directly to the third tower. Make your way back to the beach. Okay, here we go. Uh-oh. Ooh, dat scheelt niet veel. You like this, huh? Oh. Hey. We gotta keep nice moving. Work. It's over. We did it. Get in, sir. We gotta get to the beach. All right. Room for one more. I'll try. Everyone on board. All aboard. Last call. Volgens mij moet ik gewoon terug, hè? Ja. Daar lijkt het wel op. Terug naar de beach. Ah, dit ziet er prachtig uit. Eerlijk. Nog steeds voor vandaag de dag vind ik het er prachtig uitzien. Niet top-notch. Maar gewoon doordat de art design goed is... Still holds up. Ga me niet verkeerd, hè? Kijk, daar zijn ze. Sir, got a flight of birds that need an escort. Take the Hornet, get those pelicans. Hornet heet ze. Even kijken, ik weet alleen niet wat de controls zijn op. Op PC. Oké. Hoe stijgen we op? Ik weet hoe ik moet zakken. Wat zijn de controls? Oh, spatie. Oké, here we go. Oh,
Ook met die marines erop op de zijkant. Weet je waar dit ding op lijkt? Nu weet ik het eindelijk. Look out, Banshee! Dat vliegtuig van de Turtles. Zonder dat een ballon eraan hangt. Dat ding kan ook vliegen zonder die ballon. Zonder die zeppelin. Daar lijkt dit ding op. Ik zweer het je, het is hierop geïnspireerd. 100%. Kijk, mayhem jongens. Mayhem. Don't mess with the chief. Oh, is het de anti-air cannon volgens mij? Ja, oh nee, great. Die ook nog even uitschakelen. We hebben ook raketten. Watch out! Ja. Phantom! Waar moeten we nu heen? Waar schieten jullie op? Ik zie op de map, op de radar dingen, maar... Die zijn down. Daar helpen. Die vliegtuigen, hun movement zijn zo raar, man. Het is verre van realistisch. Als je bijvoorbeeld de Pelicans ziet. Dit is de laatste tower, toch? Ja, dacht ik wel. Nog meer Banshees. Objective in sight, Commander. Sign of Johnson on his team. Understood. Chief, clear an LZ, then get inside the tower. Look out! Already on it. Uh-oh. Uh-oh. Killing us with that turret! Sucker, sucker, sucker. Ja, toch? Is hier verder geen voertuigen meer? Nee, let's go. Een bloed? Ik dacht dat ik een bloed zag lopen, maar nee. Dat is niet zo. Oh, hier. Zie je, eventjes wachten voordat je naar binnen gaat. Toppie. Hier stappen wij uit. Gelijk deze, dit is een van mijn favoriete wapens. Welke goede impact hoor. Spammen met grenades. Wauw, ik dacht dat ze allemaal down waren. Oké, dat was hem. Ja, nice job. Nice job. Het is hier een beetje uitgestorven. Kunnen we meteen... Nee, we kunnen niet met... Oh. Never mind. Grenade gestikt in ieder geval, dat is één. Het was een derde granaat, joh. Nou, eentje dan. Je moet op zijn rug schieten of in zijn nek. En mijn bullets beginnen een beetje op te raken. Dat is lastig. Hebben ze? Nee, daar. Yes, zie, dat bedoel ik. Als je hem gewoon van achteren kan raken, dan is hij zo down. Kijk, als je deze spaghetti gehakt mes raakt, dan is hij echt in no time down.
Toch had ik wel graag nog wat bullets gewild. Maar over tekort aan bullets gesproken. Halo 4 is daar echt koning in, man. En niet op een goede manier. Even swappen. Ah, heel vervelend. Bam. Kicking ass, taking names. Nu moet ik niet geraakt worden. Even bullets oppakken hier. Zie je de lift? Darken this tower and the barrier will fall. Go, Spartan. Oké, je gaat niet helpen? Thanks, man. Ik doe het zelf wel. Ja, toch? Als er iets nog vervelender is dan een plasma gun, is het absoluut niet leuk. Ik dacht dat je deze kon dual wielden. Waarom ging hij hem niet dual wielden met. Oh. Be smart. Ze hebben wel. Nee, ik ga niet redden. Oké, we gaan nu voor shotgun action. Mazzel of skill? Bepaal jij maar. Now, prophet. Your end has come. The flood. By the gods, brace for impact. Ik heb zo'n hekel aan de flood, man. Echt een verschrikkelijke enemy type. Volgens mij gingen we nu samenwerken eerst. Oh my god. Ik ga ze elke keer gaan reviven. Ik dacht dat we nu gingen samenwerken eerst. Shipmaster, what's your status? Significant damage. Weapon system disabled. Move to a safe distance. Stay away from the flood. Why would the parasite come here? The Ark is out of range of all the active installations. Priority. Oh, we must contain this outbreak before. Verschrikkelijk. First we stop troop. Then we deal with the flood. Ik heb er ook niet de wapens voor op dit moment. Ik heb, sterker nog, ik heb helemaal geen wapens op deze manier. Want 4 shotgun shells. Als het kan, moet je echt gelijk gehakt maken van een lichaamsdelen. Dan kunnen ze ook niet gerevived worden. Zo. En dan ben ik dus mijn gun kwijt. Dat kan dus niet. Oeh, hey. Hey. En deze. Let's go.
Let's go. Kijk, je moet ze stoppen voordat ze gerevived worden. Of overgenomen worden. Dat kunnen we gelijk weer... een vliegmachine pakken. I must see them assess the damage to the Ark. To the top of these hills, Oracle, no hiding. You cannot risk your capture by the flood. Ik dacht dat ik hier kon instappen, joh. Ooh, a tank. Don't mind if I do. Ja, dat gaat niet, vriend. Shipmaster's carrier is out of commission, Chief. I need you to take down Truth. Flood's just going to put pressure on him and accelerate his plans. Punch through the cliffs. Get inside that citadel. Trying, man. Everyone on offense, there! En nu komen we in de sneeuw terecht. Of niet? We zijn 5 meter omhoog gegaan en in één keer is alles, alles in de sneeuw. Full contact! Sure. Rijd door. Watch each other's back, but stay tight. Die hoort bij mij toch? Ja. Oh, hij rijdt alvast vooruit of zo. Ik heb hem gewoon niet voorbij zien komen dan. Keep moving, Marine. Looks all clear. Look out for the Citadel in sight. The troops are mobilizing everything they've got. Oh, the piano, man. Oh, shut up and start playing. Oh, you need to do that like all. Die snipers nestjes die moet je uitschakelen. Het scheelt al een hoop zeur. Kom je naar beneden? Get them suckers! Hornets inbound! Yeah, the Hornets have monsters. Oh, here. Kan ik die raken? Nee. Onzinnig. We pakken gewoon even Hornet. Ze weten het altijd wel goed op te bouwen hoor, Bungie. Nee, nee, nee! Wat doe je nou? Ik moet vliegen! Oh my god. Dit is helemaal misgegaan. Dit is helemaal misgegaan. Ik weet ook niet wat ik nu moet doen. Land, land. Ai, 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 ai. Ik denk dat ook het beste was wat me kon overkomen. Want ik ga niet op de zijkant zitten van zo'n ding. Sorry. Here we go. Eerst kapot schieten. Volgens mij moeten we wel aan boord klimmen, willen we hem uitschakelen. Of kan het zo? Ja, volgens mij kan het zo. En nu wel of niet? Ja, volgens mij hebben we hem al.
achter, dit is een weak spot. Hij heeft de Covenant heel handig voor ons op die plek gezet. Nee, maar dat ding blijft wel nog steeds schieten. Ik denk dat we nog aan boord moeten klimmen. Die is down in ieder geval. Deze nog niet. First scarab's down. All units, concentrate your fire on number 2. Nou, dat is niet. Ja, nu zit de... Ja, de inside is exposed. We got him! Dit kan niet meer misgaan, toch? Nog steeds dit? Oh jawel, jawel, toch wel. Both scarabs down. Well done. Marines, kill the stragglers. Ik zie hem ergens. Oh daar. Dit was hem toch? Ja? Martin, come to me. The flood scales the signal's far wall. Activate this bridge oracle. Prophet will die by my hands. Calamity! If only we had more time! Ongelooflijk. Wat is dit toch een gruwelijke missie. Dit is echt de vetste missie uit Halo 3, denk ik. Cortana. And I answered. For a moment of safety, I loosed damnation on the stars. My faithful, stand firm. Though our enemies crowd around us, we tread the blessed path. In a moment, I will light the rings, and all who believe shall be saved. Chief, Johnson. How close are you? Not close enough. That the best you got? De brutes zien er echt beter uit dan Halo 3, man. Bizar. Stop, you imbecile! He wants you to kill him. I'd prefer that you did not. What's the matter, big shot? Can't start your own party. I admit, I need your help. That secret dies with all the rest. Johnson, around the keys. Get out of here. Not without you. You delay the inevitable. One of you will light the rings. You cannot hope to kill them all. You're right. Do it. Me and you. Now. No! Whoa, dit was ik helemaal vergeten, joh. Your forefathers wisely set aside their compassion, steeled themselves for what needed to be done. I see now why they left you behind. You were weak, and gods must be strong. Oh.
Here we are. Do not shoot, but listen. Let me lead you safely to our foe. Only you can halt what he has set in motion. Ik zei toch, je gaat samenwerken met de Flood. We moeten hier vooral oppassen voor die rocket launchers. Want een soort van rocket launchers zijn het. Een stukje. Okay. Are the bullets? Zoveel mogelijk van die gasten omleggen, want anders worden ze straks alsnog flat. En die keren zich ook tegen mij. Oh, wop. Ja, we kunnen door. Trouwens, doe mij maar die penhammer. Ja, zo worden we dingen. Doe mij maar de penhammer. They may foul the way with their charred and broken bones, but they will not stop. Je krijgt nu ook gelijk een van de vetste scènes te zien uit de Halo franchise. Met de Arbiter. Dit is zo bruut. Your kind never believed in the promise of the sacred ring. Lives for the weak, beacons for the deluded. I will have my revenge on a prophet, not a plague. My feet tread the path. I shall become a god. Check that. The voice of the covenant. So, you must be silenced. Oi. Vetste wat Arbiter heeft gedaan in deze hele serie.
Het moment waarvan je wist dat het ging komen. Vet shot ook. Kijk dan. Trade one villain for another. Lijkt bijna een 90s movie poster. I can barely keep hold of it, see? No way I can pick you up. Head back to the lift. Find a way down. Yeah, I'm trying, man. Escape the flood. Nooit de flood vertrouwen. Nooit doen. Super doen. Ben hem heeft niet heel veel mensen. Arbiter heeft energy sword. Die is ook wel heel fijn voor de flood hoor. Ja, de Ark helpt ons. Rennen! Oh, de mannen dood. Nou, nee, ik ga dood. Ja, dit ga ik niet redden. I'm a thief, but I keep what I steal. Dit is een hele slechte timing voor slow-mo, wanneer net iemand met een grenade hem afrent. Ik heb niet eens meer gehoord wat ze zei. Ik gooi de granaat op die flood en hij komt gewoon recht op me afrennen en in één keer dit. We zijn er nu toch? Toch? We moeten nog verder. Is het hier? Ja. Wow, Cortana. Gewoon de afsluiting moeten zijn, jongens. Halo 3 had gewoon de afsluiting moeten zijn van de franchise. Replacement. The ring you destroyed. When did you know? Just now. But I had my hopes. What will you do? Light it. Then we are agreed. A tactical pulse will completely eradicate the local infestation. I will personally oversee the final preparations, though it will take time to fabricate. How will you light it? Hetzelfde keer als vorige keer. Zelfde manier bedoel ik. Dit was hem, toch? Ja! Oh, jongens. Yes! Wat was dit een vette missie? Echt, dit was mijn favoriete missie uit de hele Halo franchise. Dit was echt dope. Er zit alles in. Vette gunfights. Een map die me doet denken aan Halo 1. Vette wapens, vette voertuigen. Je gaat samenwerken met de Flood, de Arbiter die de Prophet om zeep helpt. Insane. Echt insane. Genieten dit. Jongens, dit was
episode... Orbital will do the same with the elite. 7? 8? Ik weet het niet. Ik zou even moeten kijken wanneer ik dit upload op YouTube. Maar we beginnen langzaam richting het einde te kruipen van Halo 3. En man, wat is dit genieten. En ik hoop dat jullie de volgende keer ook weer kijken, jongens. Dankjewel. En we checken elkaar de volgende keer weer. Later.